gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Welkom, alle vanavond hier samen voor de viering van de Heilige Eucharistie. We zijn begonnen met het bekende, althans voor de anderen onder ons, het bekende Il Silencio. Door de SOM, het seniorenorkest, Mijl. Hartelijk welkom. De vierde zondag van Pasen, beste mensen, is traditiegetrouw de zondag van de Goede Herder. De dag waarop de kerk aandacht vraagt voor roepingen tot het herdersambt in de kerk. De priesterschap, de diaconaat en het religieuze leven. Het valt ook samen met Moederdag. En ik denk dat een moeder maar al te vaak lijkt op een herder die druk bezig is voor de schaapjes in het gezin te zorgen. Te moederen, te zorgen voor een warm huiselijk thuis. In deze viering danken we voor onze moeders, bidden we Gods zegen over hen en bidden ook voor onze overleden moeders. Moeders die weg te denken uit hun huis of thuis, en als er niet zijn, worden ze gemist. De kerk wil ook een huis of thuis zijn. En de moeder, Maria, die juist in de Meimaan zo bijzonder vereerd wordt. De moeder die ons steeds opnieuw naar Jezus, haar zoon, wijst, opdat we steeds ook leven als kinderen van één vader. We weten allemaal dat we tekortschieten in geloof, hoop en liefde. Laten we op deze Eucharistie beginnen met in alle bescheidenheid ons tekortschieten, onze schuld te bereiken. Koffie en thee te gebruiken met wat lekkers. Welkom iedereen.
Maar laten we eerst Gods zegen ontvangen in ons hart en in ons leven. De Heer zij met u. We zegenen u dan, machtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat u heen in vrede.